Leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het maandag en ik vond het wel weer tijd voor een What I Eat in a Day. Ik ga je dus vandaag laten zien wat ik allemaal eet en drink als veganist. En ik ga ook het een en ander maken in de keuken. En ik denk dat ik dat ook wel even op ga nemen. Dat is natuurlijk ook leuk om te zien. Ik ga vandaag beginnen met een heel lekker ontbijtje. Ik heb dit gisteren namelijk gemaakt. En het is zo goed gelukt dat ik het gewoon wil delen. Dus ik ga het sowieso op wateetjedanwel.nl plaatsen. Het is namelijk tofu omelet en dat is onlangs verschenen bij Albert Heijn. En ik vond dat super lekker, maar ik wilde eigenlijk een eigen versie gaan maken. Dus mijn versie is gebaseerd op die van Albert Heijn. En ik heb wel vaker vegan omelet gemaakt met onder andere kikkererwtenmeel. En dat is super lekker, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik deze versie tot nu toe het beste vind. En ook Fabien heeft hem geprobeerd, mijn vriend die niet vegan is. En die vond hem ook heerlijk. En dat wil wat zeggen. Dus ja, hij is gewoon super lekker en ik raad je echt aan om dit een keer te proberen. Het is heel eenvoudig. Je hebt maar een paar ingrediënten nodig. Dit is dus geroosterde boterhammen met daarop fijngeprakte avocado en die heerlijke tofu omelet met everything but the bagel seasoning. En ik ga er alles over vertellen in een artikel wat ik hieronder ga linken. Ik ga hier nu heel erg van genieten samen met uiteraard, elke dag begin ik met minstens 2 koppen koffie, een heerlijke bakkie met havermelk. Ik vind het wel een mooie combinatie en een goed begin van de maandag. Ja. Nou, inmiddels is het tijd om te lunchen en ik heb nog een heerlijke salade staan die ik van de week heb gemaakt. Couscous salade. Ik heb hem zaterdag gemaakt, het is nu maandag. Ik ga nog het recept op Wat Eet Je Dan Wel zetten, want ja, dit is heerlijk. Dit is met couscous natuurlijk, kikkererwten, olijven, zongedroogde tomaat, rode ui. Er zit ook knoflook in en citroensap en olijfolie. Ook vegan feta van Violife. En deze ga ik nu heerlijk opeten als lunch. Nou, is een paar dagen nadat je hem hebt gemaakt nog lekkerder, want dan zijn alle smaken goed in elkaar getrokken. Oh, deze salade is zo lekker. Deze ga ik echt vaker maken. Yummy. En inmiddels ben ik begonnen aan het avondeten. Ik ga nu aardappels koken voor een aardappelpuree, want ik ga een soort ovenschotel maken met kastanjechampignons en linzen en ja, kijken of dat lekker wordt, maar ik denk het wel. En ik ga daarbij sperzieboontjes eten. Nou, deze gaat hartstikke lekker. Ik heb net al een hapje genomen. Het is een beetje een goulash is het een beetje geworden. Met linzen, kastanjechampignons, knoflook, ui, bouillon, meer, oh ja, pulled oats. Dat is een soort van gehakt. Peper, zout natuurlijk. Hij gaat nu zo de oven in met aardappelpuree. Deze gaat nu de oven in voor ongeveer 20 minuutjes. Zo, dit was een hele geslaagde bak- en kookdag, zoals ik het altijd noem. Ik heb deze heerlijke ovenschotel gemaakt. En zo ziet het eruit op het bord. Ik heb er wat sperzieboontjes bij gekookt. En ik heb er ook nog wat Parmezaanse kaas overheen gedaan, vegan uiteraard. En normaal maak ik die natuurlijk zelf, de Parmezaanse baas, zal hier onder linken. Maar dan was ik in Den Haag Centrum van de week, bij Ecoplaza. En daar vond ik deze en die was afgeprijsd van €3,99 voor een euro. En in principe is dat een beetje hetzelfde als mijn Parmezaanse baas, zeg maar. Alleen is het op basis van zonnebloempitten, cashewnoten, amandelen, edelgeestvlokken, zeezout en knoflook. En hij is houdbaar tot 6 november. Dus dat is nog best wel lang. Die heb ik er de laatste paar minuten overheen mee laten bakken. Het is heel warm. Dit is heel lekker. Echt waar, zeg ik het zelf. Dit is gewoon herfst op een bord. En ook een prachtig bord dat ik ook nog eens bij de kringloop heb gescoord van de week. Nou was er trouwens ook nog iets anders wat ik even wou zeggen. Ik heb deze vandaag ontvangen. Dit boek komt morgen uit. Het is van Judith Visser. En het is het vervolg op Zondags Kind. En als je mij langer volgt, weet je dat dat absoluut mijn favoriete boek ever is. Ik heb dat, ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden gelezen. Prachtig boek. En dit is het vervolg. En er komt ook een leuke winactie aan. Dus hou het in de gaten. Ik ga hier vanavond in beginnen. Het is een hele dikke pil. Maar ik kan gewoon niet wachten. Dus ik ga hier vanavond gelijk in beginnen. Maar hou dus Instagram in de gaten. Want daar komt een winactie. Nou, ik ga heerlijk genieten van mijn heerlijke herfstige ovenschotel. Nou, dat was het weer voor deze keer. Ik heb nog een lekker kop chai tea latte. En als toetje neem ik vanavond een van deze ijsjes. Deze heb ik bij Jumbo gekocht. Heel erg lekker. Een soort sandwich ijsje met chocolade en vanilleijs. Echt heel lekker. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!